Hey Peter. Zo, Dickie. Ik heb niks aan mijn huiswerk gedaan. Jij? Nou, niet zoveel. Ik hoef me niet op een beurt van Grieks krijgen. Nou, ik denk het wel, Dickie. Ah, Maarten. Hoi, Peter. Hoi. Compressor daar? Niet waarom? Oh, hij is er bezig. Hij wil die kogels afsnijden. Ha. Ah, hi, joh. Zo, schutje. Wat ga je met die bollen doen? Oh, straks in de gang. Daar komt hij. Hé, wat komt die doen? Kom, gaan jullie zitten. Hé, hey, jullie daar ook. Hi, joh. Wat komen jullie doen? Ik heb hier gisteren mijn etui laten liggen, meneer. Nou, dat is erg dom van je. Waar zit je? Daar vooraan, meneer. Maarten, kijk eens of er een etui onder je plank ligt. Ja, daar ligt er een, meneer. Nou, breng hem dan hier. Lekker bekkie. Dat is niet van jou, hè? Nou. Alsjeblieft. Dank je wel. Dag meneer. Dag meneer. Vandaag verplicht tekenen. En wel een telefooncel. Met het vereiste perspectief. Stilte. Oh meneer, mijn punt is kapot. Adrianus, 98117. Trajanus, 98118. Zo, ben je er weer? Ballet. Joehoe. Wie klaar is kan inleveren. De anderen kunnen nog even doorgaan. Right.
Ga je mee in die vergadering? Hoe heb jij het gemerkt? Oh, gaat toch. Ga je mee? Nou, ik heb niet veel zin. Dat is toch nodig dan. Ga zeker kijken of het meisje er is, hè? Ja, wie hebben ze dan kandidaat gesteld? Oh, ze is er niet, hè? Nee. Wil iemand de deuren sluiten? Ga je mee zitten? Iedereen gaan zitten. Hierbij open ik de vergadering. We gaan direct over tot het eerste punt op de agenda, namelijk de verkiezing van de nieuwe prinses. Yeah. Ik geef het woord aan de eerste kandidaat, Albert Vogler. Meneer de prezes, geachte bondsleden, ik ben het meest geschikt als prezes. Omdat mijn tegenkandidaat een volslagen frul is. Mijn tegenkandidaat wil meer de betingavonden om jullie geesten te scherpen. Maar ik wil meer feesten. Moest jij nog niet wat zeggen, Dickie? Oh, het interesseert me niet. Jullie weten zelfs al een demagoog. Waarom heeft hij zo'n haast? Ik weet niet. Anja. Dag, Dickie. Wie was dat meisje, Dickie? Gek dat ik haar nooit eerder gezien heb. Oh, ze zit pas een paar weken bij ons op school. Waar komt ze vandaan? Uit Haarlem. Komt ze vaak bij jullie thuis? Nou, vaak. Zo vaak komt ze ook weer niet. Soms. Het is een vriendinnetje van mijn zusje. Doe het dan morgen in de pauze of zo. Oké, beter. Moet je wel een beetje handel doen natuurlijk. Ja. Nou, ik wilde eigenlijk nog iets nakijken even. Peter!
vind je best leuk. Niet zo hard, joh. Wat zei ze dan precies? Nou, gewoon. Ze had gemerkt dat je naar de keek en zo. Wat heb je allemaal tegen haar gezegd? Nou, we hebben maar even gepraat. Die vriendinnen waren er ook bij. En toen ben ik maar wel gauw weggelopen. Hoe rijdt dat niet voor jou? Nou, 70 met de wind mee, hè? 70? Dat is wel stief, hè? Weet je wel. Jouwe? Even een fietsje. Hoi, kom je niet mee? Ja, daar gaan we. Tot ziens, dan. Goedjes. Daar komt hij hoor. Dan gaan we maar. Dag. Dag. Hij wat flauw. Dag, Anja. Dag. Mag ik een eindje met je meelopen? Ja hoor. Moest je niet met je vriendinnen mee? Waarom? Ach, zomaar. Je komt vaak bij Dickie thuis, hè? Ja, ik ken zijn zusje goed. Hij kijkt wel tegen jullie op, hè? Wie, Dickie? Ja. Waarom denk je dat? Hij deed zo in de pauze. Het past bij ons op school, hè? Vind je het leuk? Oh ja. Hier moet ik oversteken. Ben jij nog op de bondsvergadering geweest gisteren? Nee, jij wel? Nou, eventjes maar. Er was niet veel aan. Hier woon ik. Ga je zaterdag mee naar het schoolfeest? Ja, dat is goed. Dag. Dag. Bijna afgelopen. Ga je mee nog even kijken? Oké, Dick. Thank you.
Goedenavond allemaal. Ik wens u hartelijk welkom op ons jaarlijks bal in de hal. En ik stel voor dit feest te beginnen met een sneeuwbaldans. De Arpactus van de Bond en de conrector, de heer Boulan, op muziek van de Hillbilly Blues Boys. Kijk, daar heb je Dickie. Dickie? Ha, Anja. Hoe vond je het ballet? Oh, enig. En jij? Vond er niks aan. Sonsie! Hé, hey, Boulan komt je vragen. Lieve Anja, mag ik deze dans van je hebben? Ja. Ze danst goed, hè? Ja, nou. Dansen! Rot, joh! Peter. Je vindt Anja wel leuk, hè? Het is een goed vriendinnetje van me. Blauw is altijd gek. We hebben het ook al over jou gehad. Wat dan? Dat moet je maar eens aan Anja vragen. Wil je wat drinken? Ja, graag. Waar is Anja? Oh, die is aan het dansen. Maar jongens, je bent net begonnen. Het is genoeg dat dans. Thank you.
niet zo leuk, hè, dat je met Maarten danste. Belachelijk. Zag je hoe die aankwam lopen? We waren net begonnen. Hij is verliefd op je. Hij is zo vervelend. Daar heb je hem weer. Ga je mee dansen? Naar de toren, haai je mijn heel stelligste. Ja, dat is leuk. Ga je mee? Hé, hey, Gerard. Ga je mee naar de toren? Heb je zin? Ach, ga nou mee, joh. Wat? Kom mee, joh. Ga je mee? Daar zitten ze. En dan Jurika. Ja, En dan even ronddraaien en dan beginnen. Ja. Oké, okay, beginnen. Doe eens in mijn auto. Ik weet wel waar ze is. Ik moet nog stillen. Zeg, moet je horen. Wat? Als we het eens met Arjen en Peter deden. Ja. Hé, moet Arjen en Peter even nemen. Wacht
even. Het is nog niet afgelopen. Zoenen. Kom nou. Vooruit, zoenen. Nou, schiet op. Kom. Kom, vooruit naar Schutte. Schiet op, zoenen.